Ik ben Koenie Jansen en ik ben choreograaf en artistiek leider van het Rotterdamse dansgezelschap Koenie Jansen Danst. En voor de virtuele vitrine wil ik graag het boek Play, a Photographic Record, voordragen van de fotograaf Karel van Hees. Ik heb het boek hier voor me liggen. En dat zijn enorm veel prachtige foto's, zwart-wit foto's. Gedurende een aantal jaar dat hij jongeren in Rotterdam en omstreken gevolgd heeft. En daar is dit boek uitgekomen met een expositie in 2001 in Las Palmas. Een grote foto-expositie. En toen ik daar rondliep, dacht ik, ik wil met die man een keer gaan werken. Ik kende Karel al, dus ik ben met hem gaan praten en we zijn samen het avontuur aangegaan om een keer een voorstelling te maken, die heette I'm Here. En voor die voorstelling heeft hij allemaal, heb ik foto's uit dit boek gebruikt, daar hebben we allerlei dingen mee gedaan. En hij heeft ook nog speciaal films gemaakt. Films van het leven in Rotterdam, van de nachten, van de zonsopgang en daar. Die diende als een soort wereld waarin mijn dansers dan hun eigen verhaal vertelden. Maar dit boek zit dus ook vol met verhalen. Een van de foto's die mij enorm aanspreekt is deze foto. In zijn movie world is een foto van een jongen die in de kassa zit op een kermis. En daar zie je nog staan links op de foto een bordje Adventure Simulator. De nieuwste films live. En daaronder staat Experience, Nice Trip en allemaal lichtjes. En hij zit daar met een plastic bloemetje. En volgens mij is er helemaal niemand meer. Maar hij blijft toch doorpraten door die microfoon. Ja, ik vind dat een fascinerende foto. Waar je elke keer, naarmate je langer kijkt, zie je weer een nieuw dingetje. Een lampje, een stukje plastic. Die foto die probeer ik eigenlijk elke vakantie te maken. Als ik op vakantie ga. Dan probeer ik ook dit te vangen in mijn camera. Dan loop ik op zo'n kermisje in Zuid-Frankrijk of Italië. En dat vind ik geweldig om daar te vertoeven. En die muziek en al die lichtjes die je ziet. En die vijf mensen die er nog zijn. En eigenlijk het hele kermis wat me door blijft tetteren en draaien. Dus dan probeer ik met mijn camera dat ook te vangen. Maar het lukt natuurlijk nog nooit zo mooi als op de foto van Karel van Hees. En het allerleukste is dat ik hem ook nog hier in de huiskamer heb hangen. Ondertekent hem wel. En dat is toch wel een beetje mijn trots. Dus die foto herinnert me en aan Karel van Hees als fotograaf en de rijkheid van zijn werk. Maar het herinnert me ook altijd aan dat verlangen in die vakantie. Als ik op die kermisjes kom en ik loop daar een beetje rond. Dat je aan de ene zijde heel blij wordt van al dat licht en dat plezier wat er is. En aan de andere kant het ook een beetje verloren is. En ik vind dat in deze foto zo mooi samenkomen. En daar zit je dan in een glazen kastje. 3 weken en dan hup, alles inladen. En dan naar de volgende stad. En dan probeer je weer de mensen te verleiden om in je bioscoopje binnen te komen. Nou, en omdat deze foto voor mij zoveel verschillende geschiedenissen in zich draagt, is dit de foto, denk ik, die ik graag wil voordragen voor de virtuele vitrine.